Yo mensen en welkom terug op mijn kanaal Infinity NL. Je ziet het al aan de titel, ik ga mijn review geven van Far Cry 6. Want ik heb die game heb ik uitgespeeld. En ik ga mijn review opstellen op een andere manier dan ik het de vorige keer heb opgesteld. Mijn laatste game review was van Kena Bridge of Spirits. En ik heb die zelf een beetje teruggekeken en ik heb zelf een beetje geluisterd naar hoe hoorbaar het was. En of het fijn was om naar te luisteren. En ik had een beetje het idee dat het allemaal een beetje all over the place was. Toen zat ik weer met het verhaal, toen zat ik weer met de graphics. Allemaal een beetje door elkaar, hè. Gewoon de gameplay en zo. Ik had niet echt een vaste volgorde, ik had niet echt voorbereiding. Heb ik dit keer wel. Ik ga experimenteren met mijn telefoontje. Want ik ga het hebben over de gameplay, het verhaal, de graphics, replay value en de special operations die erbij zijn gekomen bij Far Cry 6. En dan uiteindelijk een conclusie. Dat zijn eigenlijk 5 kopjes en ik ga ze alle 5 een cijfer geven en dan ga ik het gemiddelde berekenen. En zo gaan we aan het cijfer komen. Dus ik zou zeggen, laten we maar lekker beginnen. We gaan beginnen met de gameplay. Nou, je ziet het al op de achtergrond. Ik zit hier bij een missie. Nou, de gameplay is eigenlijk exact, maar dan ook echt exact hetzelfde als eigenlijk elke andere Far Cry die je kent. Gewoon duidelijke, goede besturing. In principe, voor gameplay heb ik eigenlijk heel weinig op aan te spreken als ik heel eerlijk ben. Jongens, je hebt je special ability, die kun je gebruiken. Ook altijd heel makkelijk accessible. Je ziet hier mij... je ziet hier mij die Disco Locus gebruiken. Die was voor een speciale versie van Far Cry 6. Je had verschillende versies, had je ervan. En eigenlijk soepele bewegingen, soepele goed sliden. Je kan extreem ver sliden dit keer. Je kan eigenlijk, zover de berg naar beneden gaat, kun je eigenlijk gewoon sliden. Dus je bent heel mobiel. Het autorijden is natuurlijk heel erg, voelt natuurlijk gewoon heel erg chill aan. Wat ik wel vreemd vind, is dat je vandaag de dag nog steeds niet in Far Cry third person kan rijden. Dat vind ik eigenlijk een klein beetje... Ja, af en toe is het nog wel best storend, omdat je niet echt een overzicht hebt op waar je naartoe rijdt. Als je bijvoorbeeld vast zit en je weet niet waar achter zit, is het zo'n klein kiezelsteentje of een hekje waar je niet ziet. Omdat al die shit voor je zit natuurlijk. En dat is raar, want ze supporten third person best wel goed in deze game, want... Elke keer als je een kamp binnenkomt lopen, dan gaat die naar third person. En dat is waarschijnlijk om jouw pakjes een doel te geven. Je pakjes hebben wel een doel. In de gameplay hebben die een doel. Elk pakje die je draagt, die heeft zijn plus en minpunten. Daar hebben we het zo meteen over. Maar dat is een beetje raar dat er nog geen third person is. Maar verder gaat het allemaal... heb ik over de gameplay niet heel veel meer te zeggen. Dus ik denk dat ik er over de gameplay wel uit ben gepraat. De gameplay krijgt van mij, ja... Laat eventjes serieus. Volgens mij krijgt de gameplay van mij gewoon een 10. Waarom zou ik het geen 10? Ik weet niet. Ik zit even te kijken. Van waarom zou... Wat zou er een negatief punt kunnen zijn? Maar het speelt gewoon heel lekker. Voor mij krijgt de gameplay serieus een 10. Dan gaan we door naar het volgende kopje. En dat is verhaal. Ik wil niet heel veel spoilen in deze... In deze review voor de mensen die het nog niet hebben gespeeld. Maar het verhaal is... Het heeft me niet echt vastgehouden of zo. Ik bedoel, Anton Castillo... Hij gaf ergens wel impact. Maar toch niet zoveel als de andere villains die we eerder hebben gezien in Far Cry Games. Zoals Faas, Pegamin en Joseph. En ik denk dat het een beetje te maken... Ik voelde me constant een beetje disconnected van... Het verhaal. Want ik was allerlei shit eromheen aan het doen. En af en toe deed ik weer eens een campaign missie. En die gaf... Ja. Je moet eigenlijk een paar hoofdmannetjes in de map. Moet je dus eigenlijk neer gaan halen. Die onder Anton Castillo werken. Dus mensen die zorgen voor die kanker. Want daar gaat het eigenlijk over. Hè? Dat mensen eigenlijk... Die worden hier eigenlijk in gevangenschap gehouden om aan die planten te gaan werken, om aan het medicijn te gaan werken. En dat noemen ze een goed Jawa. En jij bent een guerrilla fighter die eigenlijk daar gewoon in betrokken is geworden. En dat is een beetje hoe elk Far Cry game een beetje gaat. Dat je ongewild toch betrokken wordt bij de game. En hoe verder je erin gaat,
hoe moeilijker het is eigenlijk is om er gewoon ook uit te komen, zeg maar. En Anton Castillo, ja, op zich allemaal goed gespeeld door de beste man. Zijn zoontje vond ik ook wel leuk. Het was altijd wel leuk om een cutscene te zien. Was altijd wel interessant. Was altijd wel intens. Maar ik miste een beetje de one-on-one interaction. Je komt hem in de hele game misschien maar 3 keer in totaal tegen. En dat is dan via een cutscene. En als jij dan in Far Cry 4 kijkt, dan zit je al in de eerste paar minuten zit je gewoon letterlijk aan tafel met Pagan Min. En dat is heel intens. En je loopt met hem mee en je bent met hem in gesprek. En dat is veel minder in deze game. Je wordt ook nooit echt. Je bent misschien 1 keer ontvoerd of zo. En je ziet ze een paar seconden en ze zijn weer weg. Natuurlijk houdt dat een beetje de geheimzinnigheid vast van die villains. Maar het mocht wel ietsjes meer zijn. Het mocht wel iets meer impact hebben, vind ik. Want ik vergat gewoon heel erg veel waar we nou eigenlijk mee bezig waren. Wat nou eigenlijk het doel waren. Want ik was vooral bezig met kampen kleren. Mijn wapens upgraden. Zijn missies doen. Allemaal gewoon. Ja, allemaal andere werkzaamheden. En het verhaal bleef me nooit echt bij. En als ik naar Far Cry 5 kijk. Heeft me wel meer impact gemaakt. Moet ik eerlijk toegeven. En zelfs New Dawn heeft voor mij meer impact gemaakt. Op het moment dat die twee. Hoe was dan ook weer? Volgens mij werd een vriend van jou gevangen genomen door die tweelingen. En recht voor je neus werd hij door zijn kop geschoten. Zeg maar ja. Dat heeft impact. Maar zoiets gebeurt er niet in deze game. En dat vind ik jammer. Ik was constant aan het wachten op die interactie met die. Met die baas. En dan was ook niet echt een final boss of zo. Je liep gewoon binnen. Je gaat voor een deur staan. Je klikt interact en je gaat een filmpje kijken. Het voelt als 2 verschillende werelden. En dat is heel jammer. Ze hadden zoveel beter kunnen doen op dat gebied. Ook ik moet wel zeggen dat het wel nice is dat je een vrouw kan kiezen en een man. Hij heet allebei Dani. Ik kan niet heel veel. Ik heb niet echt gekeken. Ik ben voor de vrouw gekozen. En op zich wel een leuke persoonlijkheid. Ook gewoon een leuke stem. Leuk om naar te luisteren. Wel fijn dat in deze game je wel een stem had. In Far Cry 5 was je gewoon een soort robot die niks te vertellen had. En hier heb je tenminste wel wat te vertellen. En dat is fijn. De zijcharacters die er allemaal bij waren die je kon helpen. Vond ik ook niet heel erg indrukwekkend. Ik kan me eigenlijk nog niet eens. El Tigre was eentje die ik enigszins nog wel leuk vond. En Juan vond ik leuk. Waar die krokodil nou van is tevens. Ook je amigos zijn best grappig om te gebruiken. Alleen ze zijn niet essentieel. Je kan makkelijk zonder. Maar ik ben altijd gewoon met gaan spelen. Omdat het altijd wel lachen is. Maar kortom, ja, het verhaal had gewoon geen impact. En de gameplay is gewoon een stuk beter dan het verhaal. Dus ik denk dat ik. Dit is mijn persoonlijke mening, maar voor mij is het verhaal. Niet meer dan een 6. Dus dat maken we op een 10 en een 6. Dan moet ik heel even kijken wat het volgende was wat ik had opgeschreven. Dat was volgens mij. Ja, graphics. Graphics, heel veel mensen die. Die hadden haat op de graphics van deze game. En ik begrijp niet waarom, want de graphics zijn fantastisch. Het is een hele grote open world, hè jongens. Echt extreem groot. Het is echt een grote wereld. Er is echt genoeg te doen. Je hebt echt genoeg content. Maar wat. Dat de graphics daar niet optimaal zijn, is logisch. Niet elke game is Red Dead Redemption 2. De graphics zijn prima. De graphics zijn. Ze zijn gewoon goed. Ze zijn mooi om te kijken. Vooral als de zon ondergaat op een berg en je hebt je auto daarvoor staan. Ja, dat is prachtig. En dan heb ik toch een beetje het idee van, ja, waarom zitten de mensen eigenlijk te zeiken over de graphics? Want de graphics zijn eigenlijk toch best, die zijn echt gewoon goed. Je ziet het op de achtergrond, ik heb er niks op aan te merken. Ik denk dat hier het kopje al bij eindigt, want de graphics zijn goed, dat kan ik er nog meer over zeggen. De graphics krijgen van mij geen 10, want de Red Dead Redemption graphics zijn 10. Deze graphics krijgen van mij gewoon een 8, zijn goede graphics. Dus dan hebben wij 10... Voor een verhaal, moet ik even onthouden. Of voor gameplay, een 6 voor een verhaal en voor graphics een 8. Sorry voor de achtergrondgeluiden. Replay value. Daar zijn we nu aangekomen, de replay value. Wat ik daarmee bedoel is hoeveel je het, als je het spel hebt uitgespeeld, hoeveel je het spel nog weer gaat oppakken.
En ik denk dat het hand. Ik denk met de special operations die erbij gaan komen. Is. Oh. Yo mensen, mijn headset viel weer even weg, maar dat maakt niet uit. De replay value, de special operations. Als je alles hebt uitgespeeld, dan kun je. Als je wilt de special operations spelen, heb je al op mijn kanaal gezien. Die komen er steeds meer bij. Maar daarna is het. Als je echt letterlijk alles in die map hebt geruimd, je alle objectives gedaan, je hebt alle kampen gekleerd. Dan ben je echt wel heel erg zoet met je game. En dan heb je echt wel heel erg veel tijd besteed. Ik zou er niet doorheen gaan rushen, puur het verhaal. Want. Dat is natuurlijk ook wel. Eigenlijk wel zonde, je moet gewoon wel echt eventjes de vruchten van plukken. Je moet alles, je moet eigenlijk zoveel mogelijk doen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb gewoon ik heb zowat alle kampen gekleerd, alle anti-aircraft dingen. En ik heb in principe gewoon, sowieso alle hoofdmissies, alle belangrijke zijmissies. Ga zo maar door. Maar wat nou als je alles daarvan hebt gespeeld? Nou, er zit een season pass in deze game. En dat kost €40 en op de helft van mijn speeltijd ongeveer ben ik die gaan aanschaffen omdat het spel me wel lag. Dus ik had het aangeschaft voor €40 en ik vond het, dat is een DLC, dat is met Vaas. Dan speel je in de ogen van Vaas, Pegamin en Jozef Smit. En je krijgt natuurlijk de K9000 en je krijgt nog allemaal pakjes en andere customizations wat op zich wel nice is. Maar het gaat me echt om die story missies. Die kun je gaan spelen. Wat wel jammer is, is dat er geen mode is wat je in Far Cry 5 wel hebt. Dat je je eigen mapje kan creëren en dat je dan modes kan. Want dat is wel essentieel voor de replay value, maar... met de season pass erbij moet ik nou zeggen dat de replay value zeker nog wel goed is. Je bent zeker wel gewoon zoet met de game. Maar het is niet dat je dit over. Het is niet dat je dit over 3 of 4 jaar nog gaat spelen of zo. Dat is het absoluut niet. Zo tijdloos is het natuurlijk ook niet. Want wellicht is er dan ook weer een hele andere Far Cry uit. Er zijn ook geruchten over dat er Far Cry komt die puur online based is. Net zoals Fallout 76. Dus ja, de replay value is goed, maar ook niet echt heel sterk. Want op een gegeven moment is het wel voorbij. Maar ik moet toch wel zeggen, je kan nog best wel heel erg lang doorspelen. Ik denk dat de replay value voor mij is een... geef ik wel een 7. Ze hebben genoeg content in de game. Er komt nog genoeg content aan. En dat is natuurlijk altijd nice. Special Operations, hier ga ik niet heel erg veel over zeggen. Ik heb 1 Special Operations gespeeld, dat heb ik al geüpload op mijn kanaal. Dan moest ik een bepaald apparaatje meenemen en transporteren, heb ik met een random persoon gedaan. De co-op mode, je kan ook heel het verhaal co-op spelen, mocht je dat samen willen. Werkte op iemand, was leuk, leuke missies, spannende missies ook lastig. En zoals ik al zei, die komen er ook weer meer aan, dus dat is ook wel altijd nice voor de replay value. Dus het is nice dat je gewoon missies kan doen met z'n tweeën. Gewoon puur. Ik zou wel met iemand in de party gaan als je Special Operations speelt, zodat je kan communiceren. Dat is wel handig. Maar het is wel leuk dat ze iets erbij hebben gedaan wat je buiten het hele verhaal om kan doen. En dat geeft ook wel weer meer reden om te spelen. En om weer te spelen. Om even terug te komen op de replay value. Over Special Operations. Heb ik nog niet heel erg veel meer over te zeggen, denk ik. Die missies zijn goed uitgevoerd. En ik zeg toch dat het ook een 7 is. Dan hebben wij een 10, een 6, een 8, een 7 en nog een 7. En dan gaan we een conclusie trekken. Ik ga even uitrekenen wat het gemiddelde cijfer is. En dan ben ik zo bij jullie terug. Hallo mensen, ben ik weer. En we hebben natuurlijk... Daar ben ik weer, het was gelijk voor jullie. Maar ik heb een cijfer, ik ben verbaasd. Het is lager als ik eigenlijk gewild had. Want als ik het niet op dit systeem had gedaan wat ik oorspronkelijk wou doen. Ik kwam echt last minute achter dat ik het op deze manier ging doen. Kom ik wel met een realistische getal. Kan ik beter orde maken over hoe ik de game echt vind. Want ik had al in mijn hoofd van, ja, deze game geef ik gewoon een 8. Ik ga een review maken, ik ga niks voorbereiden, ik ga geen koppen maken. Ik geef hem een 8. Maar nu ik terugkijk, verdient deze game in mijn ogen geen 8. Het cijfer die eruit is gekomen is... Ja, het is wel bijna zo. Het is een 7.6.
Dus eigenlijk 7,5 hè, vooruit. Nou, oké. Okay. Gewoon eventjes netjes afgerond. Maar het is, er kwam 7,6, kwam eruit. 7,6 op mijn rekenmachine. Dus dat is ja, natuurlijk helemaal niet slecht. Net geen 8, helaas. Toch omdat het verhaal tegen zat. En ja, dat heeft het echt wel. Dat heeft het best wel erg ver. Heeft het eigenlijk best wel naar beneden gehaald. En die 2,7's die maken het ook natuurlijk een beetje gemiddeld. Ja, natuurlijk wel gameplay 10, grafisch een 8. Dat is natuurlijk wel nice. Maar ja, al met al is het gewoon een goede game. Het is alleen niet heel erg speciaal. We hebben het al wel weer een keer eerder gezien. Mensen, vonden jullie deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Laat weten waar ik de volgende keer een review over moet doen. En dan spreek ik jullie later. Adios.